Nou, daar staan we dan. In Helmond, bij de Anton van Dijk School. Om vandaag de piano uit te delen die gewonnen is in het kader van de winactie rondom de reizende piano's. We zijn super blij dat we hier een heel mooi instrument hebben kunnen leveren aan deze school. Want ze hebben een hele mooie inzending gedaan. En als het goed is, zijn ze nu bezig een nummertje te oefenen. Just the way you are. Wat perfect is natuurlijk voor een school met het accent of speciaal onderwijs. En we gaan nu even naar binnen en dan gaan we even kijken hoe het ervoor staat. Dat je meer geconcentreerd bent op de muziek die je maakt. Ik word er wel blij van. Blij? Ik ben er gewoon veel meer mee bezig. Dan kan ik er ook veel beter in worden. Vorige week deden we Sinterklaas liedjes oefenen. De Pietopiet. Van je handen al hoog, van je handen al laag. Ja, ik kan gaan killen, ik heb nog nooit gedaan. Je kan ook een liedje spelen. De geluid denk ik wel. Zelf een ritme maken. Daar kan je iets van leren. Ik vind muziek wel leuk dat we het met z'n allen doen. Ja, meer samen bezig bent. Eigenlijk te zingen en te dansen tegelijk. Ik ben Carola Heesmans. Ik werk hier op de Anton van Dijk School als vakspecialist muziek. En ik kom in alle klassen, geef ik de muzieklessen. Ik zag de actie voorbij komen op Facebook. En toen dacht ik van, nou, een piano op school, dat zou echt super gaaf zijn voor onze kinderen. Ik zag het al helemaal voor me, alle kinderen om de piano samen liedjes zingen. Samen experimenteren en uitproberen op de toetsen welke klanken er uit de piano komen. Dus ja, ik dacht met een muzikaal team hier op school, op de Anton van Dijk School. En onze directeur is ook heel muzikaal. Ja, dan komt deze piano bij ons helemaal tot zijn recht. Tijdens het maken van de muzieklessen merk ik dat het soms lastig is om de hele les geconcentreerd te blijven voor alle kinderen. Die concentratie is natuurlijk belangrijk. Wat ik dan doe is vooral ook een beetje meegaan met de klas. Als ik merk, die concentratie is even weg, dan ga ik even bewegen met ze, bewegen op de muziek. En dan merk ik dat het daarna ook weer beter gaat, om zich beter te kunnen concentreren. Tijdens het maken van muziek leer je natuurlijk heel veel muzikale vaardigheden, maar daarnaast ook heel veel algemene basisvaardigheden, zoals samenwerken met elkaar, naar elkaar luisteren, elkaar helpen of ondersteunen. Dus heel veel basisvaardigheden komen daar ook bij aan bod. Maar natuurlijk ook ter ondersteuning van de taalspraak. Vooral ook in het speciaal onderwijs kunnen de kinderen daar nog wel extra ondersteuning gebruiken. En muziek is daarbij heel goed in te zetten. Ook bij het rekenen wordt het wel gebruikt. Want tijdens het rekenen gaan we gewoon verder met ritmisch in de maat klappen en tellen. En naast taalspraak natuurlijk ook het sociaal-emotionele stukje en motorisch. Eigenlijk heel veel. De kinderen pikken het veel sneller op als erbij bewogen kan worden en als je erbij kan zingen. En dat gaat veel makkelijker. Bij ons past het wel gemakkelijk in de week, want iedereen heeft sowieso structureel drie kwartier muziekles op het programma staan.
Dat vinden wij belangrijk, dat dat gewoon vaststaat. Ik wil sowieso een rooster gaan maken, zodat de klassen allemaal de kans krijgen om even met hun kinderen echt bij de piano te kunnen komen zitten. En ook echt eens te gaan experimenteren, uitproberen, naar de klanken luisteren, kijken wat er gebeurt en daarop inspelen. Wij werken ook met schoolthema's. En bij een opening van een thema of een afsluiting lijkt het me ook geweldig. En er gaat ook zeker gebeuren dat we dan de piano ook gaan inzetten. Zodat de kinderen begeleid worden en dat we samen kunnen zingen. Muziek is, heeft heel veel te bieden. Ga er vooral mee aan de slag en kijk wat er gebeurt. En geniet daar ook lekker van.